zangmeisje is zo charmant. Wauw. I-meisje is heel erg brutaal. Wie zal deze strijd winnen of zal vriendschap de dag redden? Een kamer delen met je zus is zo leuk. Maar als jullie verschillende stijlen hebben, gaat het niet makkelijk worden. Echt niet, Courtney. Geen schattigheid in deze kamer. We kunnen zo niet doorgaan. Het is geregeld. We verdelen de kamer. Het zachte meisje zal aan de ene kant wonen. En aan de andere kant komt het I-meisje. En de rode tape zal al de problemen oplossen. Hoe vind je dat? Het is nogal een plek om nu te wonen. Het is tijd om je eigen ruimte in te richten. En het zullen compleet andere ontwerpen worden. Creatieve chaos. Dat is helemaal de stijl van het I-meisje. En het zachte meisje heeft alles op zijn plaats. Netheid boven alles. Mary houdt van alles met kettingen en metaal. En Courtney houdt van alles wat mooi en pluizig is. Oh, dat is vreselijk. Mary, je bent hier iets kwijt. Vang het op! Oh mijn god, waar komt dit vandaan? Zelfs je kleine vriend liep bij je weg, Mary. Ik heb je gemist. Je gaat nu hier wonen. En de beloning voor hun werk is een kop zwarte koffie. Wacht, deze kamer mist een tafel. En het I-meisje heeft al een idee. We maken een tafel van autobanden. We hebben alleen een standaard nodig. Darts? Waarom ook niet? Laten we een piramide maken van autobanden. En we zetten het dartbord erbovenop. Wat een coole ontwerpenbeslissing. Courtney is ook moe, maar er is nog zoveel meer te doen. Deze kussens bijvoorbeeld. Ze zijn zo saai. Laten we opnieuw beginnen. We hebben een fel t-shirt nodig. En roze. Maak de halslijn dicht. En stop de mouwen in. En nu vullen we het kussen met zacht schuim. Het decor is het belangrijkste. Courtney heeft een collectie van schattige beren. Laten we deze schatjes op het kussen pakken. Het zal een mooie zachte kamerdecoratie zijn. Mary, kijk eens naar mijn kussen. Vind je het mooi? Uitdaging aanvaard, zus. Ik ben zo terug. Hé, waar ga je heen? Je hebt een zilverkleurige schuimplaat nodig voor een hippe e-girl kussen. Knip een cirkel uit en snij hem door het midden. Vouw de halve cirkel in een kegel. Lijm het samen. Auw, de spijk is precies goed. Nu hoeven we alleen nog maar een paar op het kussen te lijmen. We zetten ze in rijen. Wat een gedurfde spiky oplossing. Heb je mijn kussen gezien, Courtney? Ben je klaar om te vechten? Beren tegen stekels, dat wordt interessant. Maar het zachte meisje is niet gewend om risico's te nemen. Je kan beter van het slagveld afgaan voor het te laat is. Wat is er comfortabeler dan een bonenzak? Alleen een zitzak in de vorm van een eenhoorn. Voor een echte soft girl is het geen big deal. De ogen van een schuimvel zijn klaar. Laten we erop lijmen. En nu de oren. Die knippen we uit een roze foamplaat met glitters. Knip het zo uit. En lijm de randen vast. Zet de oren vast op de stoel. Maar het belangrijkste hier is de hoorn. Laten we die van wit papier maken. En versieren met een roze lint. Deze eenhoorn zal hier nu wonen. Hallo vriend. Het I-meisje lijkt ook een nieuwe kamergenoot te hebben. Deze jongen met ruwe botten is de perfecte vriend. Constant stil in tegenstelling tot Courtney. Lachen! Hij is ook de beste assistent als het gaat om het maken van nieuwe TikTok-video's. De kamer van het zachte meisje is zo gezellig. Maar het mist licht en luchtigheid. Laten we dat oplossen. Opvulling van polyester doet wonderen in combinatie met slingers. Laten we deze wolk direct op de muur plakken. Wauw, de zachte binnenkant fonkelt met felle lichtjes. Hallo meiden. Het is tijd voor Mary en Courtney om de gasten te ontmoeten. Dat is Lori, de beste vriendin aller tijden. Lori, kom snel. Ik zal je laten zien hoe het geregeld is. Zullen we spelen? Hier is je poppet. Laten we eens zien wie de snelste is. Er is nooit een saai moment met Lori. Hé, dat is niet eerlijk. Laten we naar mijn kamer gaan. Er is hier goede muziek. En darts. Alles wat pluizig en schattig is, is verboden in deze ruimte. Lori, ik denk dat we nu moeten gaan. Courtney heeft al plezier weer verpest. Meiden, het is tijd voor pastelmake-up. Kijk eens hoeveel producten ik heb. Vind je ze mooi? Courtney, jij bent de pro. Mag ik ook een lippenstift op? Volgende keer, Lori. Roze make-up is voor zachte meiden. Jij en ik gaan tatoeages nemen. Een gewaagde i-meisjes-tattoo.
Dat is zeker niet voor Lori. Weet je wat, meiden? Ik moet nu gaan. Ik zie jullie later. Het is jouw schuld, Mary. Nee, ze is moe van je roze kamer. Het is zo fijn als Courtney er niet is. Niemand die je dwingt om op te ruimen. Totale vrijheid. En je kan het vuilnis gewoon over de rode lijn gooien. Deze lifehack werkt. Courtney houdt niet zo van rommel. Dus ruimt ze het zelf op. What? Klassieker, Mary. Er is niets wat je eraan kan doen. Maar de vuile sok is te veel. Mary! Ben je hem niet verloren? Breng hem terug. Oh, waarom schreeuw je zo? Dat is mijn sok niet. Je mag hem zelf dragen. Je bent niet hebzuchtig. Hier zul je voor boeten, Mary. Met het zachte meisje valt niet te spotten. Nee, Courtney. Jij bent degene die spijt gaat krijgen. Meiden, stoor ik? Ik ben op zoek naar mijn sok. Het is nergens te vinden. Je kan het me om zijn minst vertellen. Waar is mijn sok verstopt? Daar ligt hij. Meiden, jullie hebben hem gevonden. Bedankt. Jullie weten net zo goed als ik. Elk sok heeft een paar nodig. Oké, Courtney, laten we het vergeten. Mee eens, Mary. Dat was onhandig. Persoonlijke ruimte is cool en zo, maar het kan zo eenzaam zijn als je zus er niet is. En Courtney heeft al een idee voor een verzoenend cadeau. We hebben gekleurd karton nodig. Laten we twee van zulke stukken uitknippen. Voeg ze samen en wikkel het met een draad. Hoe meer, hoe beter. En nu, knip een laagje draad rond de rand. Hoe pluizig is het? Knoop het in het midden vast en verwijder het karton. Knip de pompom voorzichtig bij. En bevestig de draadpoot eraan. En ook moet de spin ogen hebben. Aww. Wat een schattig klein ventje. Het i-meisje zou zo'n speeltje geweldig vinden. Mary, hoi! Dit is voor jou. Dank je, zus. En de uitdaging is weer aanvaard. Een geschenk is een geschenk. Laten we een flexibel draad nemen. Draai de draad in een hart met behulp van een ronde tang. En nu een beetje i-staal toevoegen. Laten we het hart stekelig maken. Hoe creatief! Een hart gemaakt van een prikkeldraad. Schattig en brutaal tegelijk. Dit is voor jou, Courtney. Je bent geweldig, Mary. Dit wordt een lijstje van onze babyfoto. Vrede sluiten is altijd zo fijn. Courtney, ik heb een fantastisch idee. Wat dacht je van een feestje? Dat zal leuk zijn. Goed idee, zus. Laten we wel wat plezier maken. Laten we de hele buurt op stelte zetten. Maar de zussen hebben vandaag een huidcrisis. Geen paniek, Courtney. De spikes zijn je zo goed. Ze zijn zo schattig, Mary. Tederheid en dapperheid zijn een goed duo. En we zullen je vlekken oplappen met schattige steentjes. Je ziet er prachtig uit. Van staal wisselen kan geen kwaad. De gasten zullen hier snel zijn. We moeten ons klaarmaken voor het feest. Laten we de zachte stijl verdunnen met donkere accenten. En het i-interieur is gewoon smeken voor felle slingers. Jongens, laten we dansen tot de ochtend. Zet de muziek harder. Courtney en Mary weten toch hoe ze plezier moeten maken. Wat een geweldig feest hebben ze gegeven. Vind je ook niet, vriend? Misschien wil jij je botten ook wel strekken op de dansvloer. Jeetje, ik kan hier beter weggaan. Je bent zo makkelijk bang te maken, Lee. En zelfs stoere jongens zijn gek op eenhoorns. Alright. Dat was nogal een feest. Goed gedaan, zus. En die grens is onnodig. Het geeft alleen maar problemen. Wil je weten hoe Courtney en Mary een zwembad maakten in hun kamer? En hoe het geworden is? Klik dan op de link aan het eind van deze video. Geef deze video een duimpje omhoog als je ervan genoten hebt. En abonneer op ons kanaal als je nieuw bent. Klik op het belletje zodat je geen leuke sketches meer mist van Tjoem Tjoem Select.